Wat is de relatie tussen Hannah Arendt en het klimaat? Voor de mensen die nu binnenkomen, ga lekker even... Ja, zoek ergens een plekje. Volgens mij zijn er ergens halverwege rijen nog wel plekken vrij. Wat is de relatie tussen Hannah Arendt en het klimaat? Nou, in eerste opzicht zou je denken, die is er eigenlijk niet. Want Hannah Arendt heeft nooit expliciet over het klimaat of over het milieu geschreven. Zij leefde van 1906 tot 1975. En dus ten tijde van de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog en de Vietnamoorlog. En je zou kunnen zeggen dat er in haar tijd urgentere problemen waren om over te publiceren. En toch, zegt Veronica Vasteling, en toch als Hannah Arendt vandaag de dag geleefd zou hebben, dan zou ze ongetwijfeld ook over natuur, milieu en klimaat hebben geschreven, want het klimaat is politiek geworden. U hoort het al, Hannah Arendt is bij uitstek een politiek denker. Zij heeft een aantal hele invloedrijke werken geschreven. En ook als u haar hele oeuvre niet van haven tot gort kent, dan heeft u misschien die titels al wel eens voorbij horen komen. Zoals The Human Condition, Eichmann in Jeruzalem en Lying in Politics. Nou, ik zei het al, ze heeft niet expliciet over klimaat geschreven. Maar haar ideeën over politiek zijn wel heel goed toe te passen op onze huidige problematiek, op onze huidige omgang met het klimaat. En dat gaan we dus ook precies vanavond doen. Allereerst gaat u zo dadelijk luisteren naar een lezing van Veronica Vasteling, waarbij zij zal inzoomen op de concepten handelen en politiek binnen het werk, binnen het gedachtegoed van Hannah Arendt. Veronica Vasteling is filosoof aan de Radboud Universiteit. En zij... Oh, dankjewel Bas, je hebt alvast doorgeklikt. Haar werk focust vooral op gender en feministische theorie enerzijds, en tegelijkertijd ook op politieke filosofie, in het bijzonder het werk van Hannah Arendt. Haar lezing duurt ongeveer 40 minuten. Daarna gaat ze in gesprek met Rian van der Born. Rian is milieukundige aan de Radboud Universiteit. En in haar onderzoek kijkt ze naar de vraag hoe we mensen kunnen motiveren om hun geëikte handelingspatronen ten opzichte van klimaat en milieu, hoe we die kunnen veranderen. Wat hebben we nodig, zeg maar, om uit onze vastgeroeste handelingspatronen te komen? Ikzelf zal dit gesprek tussen beide sprekers modereren. Natuurlijk is er ook ruimte voor uw eigen vragen. Mijn naam is Liesbeth Janssen. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflect. Ik vind het heel fijn dat jullie hier vanavond in zulke grote getalen zijn gekomen. En ik wens u allemaal een hele boeiende avond. Veronica. Oh, staat al. Goed. Het is net al gezegd, maar ik herhaal het nog even. Arendt heeft tijdens haar leven actief en veel deelgenomen aan het publieke debat. En op sommige punten zelfs de agenda bepaald. Maar ze heeft niet over het klimaat geschreven. En de simpele reden, de meest directe reden daarvoor, is dat ze, ook dat heeft u al min of meer gehoord, dat ze al dood was, in 1975 gestorven, voordat het probleem van de klimaatverandering opdook in het publieke debat. Ik ben het zelf even gaan nazoeken. Ik heb even wat gegoogeld, omdat ik dat ook niet allemaal zo precies weet. Wat ik wel kan zeggen is dat ecologische problemen wel al op de agenda stonden in haar tijd. De ouderen onder u, en daar zijn beslist genoeg mensen van mijn leeftijd en ouder. Denk aan het rapport Grenzen aan de Groei van de Club van Rome uit 1972. Ik was toen zelf toch nog vrij jong, maar ik weet dat nog. En een boek waarvan je de naam tegenwoordig weer vaker hoort, Silent Spring van Rachel Carson uit 1962. Toen was ik echt te jong, dus dit is voor mij ook al geschiedenis. Maar goed, dat was wel in de tijd, 60er, 70er jaren, waarin Arendt behoorlijk actief was in het publieke debat. En ze heeft daar nooit over geschreven.
Ik denk dat Arendt ecologische problemen toen in ieder geval niet urgent en politiek relevant genoeg vond in vergelijking met andere problemen die er toen speelden. En waar ze wel over geschreven heeft, zoals bijvoorbeeld de voortdurende dreiging van het gebruik van atoomwapens. Het was volop Koude Oorlog. En herkenbaarder voor ons nu over, het werd ook al gememoreerd, de leugens in de politiek. Een van haar laatste essays is Lying in Politics. Het werd al genoemd, het is uit 1972. Het is naar aanleiding van het systematisch liegen over de stand van zaken in de Vietnamoorlog. Voor Arendt een aanleiding om te gaan schrijven over Lying in Politics. Lees het. Voor wie geïnteresseerd is, lees het. Het is nog super actueel. Als Arendt nu geleefd zou hebben, zou ze zich, denk ik, niet direct over het klimaat, over de klimaatkwestie uitgelaten hebben. Ik denk dat ze zich eerder gericht zou hebben op een analyse van factoren die geleid hebben tot de huidige situatie en die de huidige situatie ook nog steeds bepalen. Met andere woorden, ze zou een diagnose gesteld hebben. Dat heeft ze veel gedaan, daar is ze ook goed in. En ik zal proberen dat ook een beetje te doen in deze 40 minuten. Dat kan eigenlijk maar een heel klein beetje, maar goed, ik zal het proberen. Arendt is een politiek denker. Dus het belangrijkste uitgangspunt voor de diagnose die ze gesteld zou hebben is haar visie op politiek. Nou, die wijkt sterk af van wat wij het gebruikelijke begrip en ook de gebruikelijke praktijk van politiek. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Namelijk politiek als de gebruikelijke praktijk en het gebruikelijke begrip is politiek als beleid en als bestuur. In het Engels policy and administration. In het Amerikaans, in de Verenigde Staten, spreekt men ook gewoon over de regering in termen van administration. En we hebben de Obama-administration gehad en nu hebben we alweer enige tijd de Trump-administration. Regering, administration, dat geeft het al heel duidelijk aan. Volgens Arendt is de opvatting en de praktijk van politiek als beleid en bestuur een uitholling en een ondermijning van politiek. Niet omdat bestuur en beleid onbelangrijk zijn. Dingen moeten geregeld worden, inderdaad, en georganiseerd. En daar hebben we onder meer ambtenaren voor. Maar, zegt ze, dat is geen politiek. Wat volgens Arendt de kern is van politiek, is eigenlijk iets heel gewoons, iets heel herkenbaars. Zo gewoon en zo herkenbaar dat we het vaak over het hoofd zien. Namelijk het publieke debat over de wereld die we bewonen. Arendt's visie op politiek à la Arendt, is van de ene kant, zou ik zeggen, heel breed. Ik heb het net al gezegd, het publieke debat over gebeurtenissen en standen van zaken in de wereld. Nou, dat is heel erg breed. Maar van de andere kant ook specifiek, want dat publieke debat over de wereld moet ook aan cruciale voorwaarden voldoen. De Engelse term die Arendt gebruikt voor haar visie op politiek, voor wat zij onder politiek verstaat, is, zoals u misschien weet, Arendt was Duits, maar heeft gepubliceerd in het Engels. En de Engelse term die ze gebruikt voor politiek is action. Ze legt uit in The Human Condition wat ze daaronder verstaat. Ze zegt action, dat verwijst zowel naar handelen als spreken, naar woorden, naar daden, zowel als woorden. Omdat politiek handelen nu een keer hoofdzakelijk of grotendeels uit woorden bestaat, uit spreken bestaat. En zij beschrijft de 5 belangrijkste kenmerken van action als volgt. Politiek handelen en spreken is ten eerste altijd spontaan. Altijd uit eigen initiatief, op eigen initiatief. Nooit uit noodzaak of verplichting. Als het noodzaak of verplichting is, dan is het al meteen gedisqualificeerd als politiek handelen. Dus je doet het altijd uit eigen initiatief. Nou, hoe kom je er dan bij om politiek actief te worden?
Arendt is daar niet heel expliciet over, maar ze suggereert eigenlijk twee motieven. Ten eerste, verreweg belangrijkste, uitbetrokkenheid op de wereld. Haar eigen werk, haar eigen houding is eigenlijk ook vaak zo gekarakteriseerd. Amor mundi, liefde of loyaliteit voor de wereld. Dus betrokkenheid op de wereld. En het tweede, ook niet onbelangrijk, geïnspireerd door principes. Ook geïnspireerd door principes kun je ook politiek actief worden. Goed, dat was het eerste kenmerk. Tweede kenmerk. Politiek handelen is altijd publiek. Altijd samen met anderen. Als u even nadenkt, is dat eigenlijk een vanzelfsprekendheid. Want denk eens na, in uw eentje thuis begint u niet. Bent u machteloos. De enige manier zegt Arendt, om macht te genereren. Macht is bij haar een positief begrip. Het lijkt nog het meeste op een term die zij niet gebruikt, want die was toen nog niet zo in de roulatie. Maar je kunt denken aan empowerment, het Engelse empowerment. De enige manier om macht te genereren, om iets te veranderen in de wereld, is door samen met anderen te spreken en te handelen. En niet door in uw eentje thuis te gaan zitten mopperen op wat er allemaal mis is in de wereld. Ten derde. Politiek spreken en handelen is altijd pluralistisch. In het publieke spreken en handelen articuleert ieder zijn of haar perspectief op de wereld, op de stand van zaken die ter discussie staat. Het klimaat of iets anders. Ook dat is eigenlijk, als je erover nadenkt, helemaal niet zo, ja, ik zou bijna zeggen, bijna zelf-evident. We kunnen namelijk niet anders. Want ieder mens heeft een eigen geschiedenis en een eigen traject door de ruimte en tijd van de wereld. En dat maakt dat ons perspectief op de wereld nooit identiek is met die van een ander. In het publieke politieke spreken en handelen articuleren we dus ons perspectief op de zaak die ter discussie staat. En die perspectieven die zullen ongetwijfeld in de meeste gevallen deels overlappen met die van anderen. Maar nogmaals, ze zullen nooit helemaal samenvallen met die van één of meer anderen. Dat soort volstrekte identiteit is niet van deze wereld, zou je kunnen zeggen. Dat zou een mathematische constructie zijn. Arendt formuleert het zelf heel kort en bondig in The Human Condition. Zij zegt, niemand spreekt en handelt hetzelfde als een ander. En dan hebben we het dus over het politieke spreken en handelen. Over het spreken en handelen dat je doet in de publieke ruimte over zaken die in de wereld spelen. En dan hebben we niet over het spreken van geef me de koffie eens aan. Het instrumentele spreken wat ook een laag is van communicatie. Daar hebben we het niet over. We hebben het over politiek spreken en handelen. Over standen van zaken in de wereld. Daar hebben we een perspectief op. Dat articuleren we en dat valt nooit helemaal samen met dat van een ander. Vandaar dat politiek spreken en handelen altijd pluralistisch is, zegt Arendt. Per definitie, als het goed is. Als dat niet het geval is, is het ook alweer. Dan is er iets mis in Arendts visie. Dan is het of niet politiek of het gaat mis in de politiek. Het gaat richting, ja, even grote stap richting totalitarisme. In dat spreken en handelen differentiëren we ons. Ik werk dat begrip van pluraliteit nog een beetje verder uit, want het is een heel centraal begrip bij Arendt. In dat spreken en handelen differentiëren we ons. Ze zegt, in het spreken en handelen, we spreken en handelen altijd anders dan een ander. We zijn daar nooit hetzelfde in. Dus we differentiëren ons daarin. En zegt ze, we krijgen daarin een eigen identiteit. We worden een wie, zoals ze dat noemt. Een persoon met een biografie. Een biografie is het verhaal van je leven. En waarom is dat een verhaal van je leven? Omdat je daar dingen gedaan hebt en gezegd hebt die jou als persoon karakteriseren.
Als je biografieën van mensen, ook al lijken ze biografieën van één eigen tweelingen, zullen toch verschillende biografieën zijn. Tenzij ze hun hele leven niks gedaan hebben en hun mond gehouden. Maar dat lijkt me sterk. Dus ze zegt, in dat spreken en handelen krijgen we een eigen identiteit, worden we een wie. En Arendt maakt vind ik een heel verhelderend onderscheid tussen wie en wat we zijn. Wat we zijn hebben we namelijk met heel veel mensen gemeenschappelijk. Dan moet u denken aan vrouw of man zijn, Nederland of Nederlander of Belg zijn, jong of oud zijn. Nou, noem maar op, daar kun je een hele hoop aspecten van wat je collectieve identiteit zou kunnen noemen. Wat Arendt noemt wat wij zijn, noemen. Dus wat we zijn, dat hebben we met een hele hoop andere mensen gemeenschappelijk. Wie we zijn, is altijd uniek. En dat is een uniciteit die niet gegeven is, waar we niet simpelweg mee geboren worden, maar die we in het politieke, publieke spreken en handelen met anderen in de loop van ons leven realiseren. Een biografie heb je niet als je geboren wordt. Daarvoor moet je eerst je hele leven leven. Of dat nou een kort of een lang leven is, maar dat denk daaraan, zo karakteriseert ze het. Dat is de uniciteit die we realiseren in het publieke spreken en handelen. En tegelijk met die uniciteit realiseren we in het politieke spreken en handelen menselijke pluraliteit. Pluraliteit omschrijft Arendt als het paradoxale samengaan van verschillen. Dat zijn die unieke identiteiten. En gelijkheid. Een paradox is een schijnbare tegenstelling. En het samengaan van verschil en gelijkheid is dan ook een schijnbare tegenstelling. Want het gaat om ook zoiets wat nog steeds heel veel mensen moeilijk bij elkaar brengen. Terwijl als je er even over nadenkt, is het allemaal helemaal niet zo moeilijk. Maar daar wordt kennelijk niet vaak over nagedacht. Het gaat om normatieve gelijkheid. Om de eis de ander te bejegenen op voet van gelijkheid. In dat publieke spreken en handelen heeft namelijk iedereen recht van spreken. Maar als iedereen recht van spreken heeft, dan zit daar ook al in dat we ook naar een ander moeten luisteren. Dus die minimale normatieve gelijkheid, daar doelt Arendt op. En die gaat inderdaad, die gaat niet tegen verschillen in, die maakt ze mogelijk. Want dit soort minimale normatieve gelijkheid die gaat dus niet tegen pluraliteit in. Integendeel maakt ze mogelijk. Verschillen kunnen namelijk alleen maar zichtbaar worden, hoorbaar worden. En die unieke identiteit kan zich alleen maar ontwikkelen in een publieke ruimte die niet gemonopoliseerd wordt door de luidruchtigste of machtigste stemmen. Want als dat het geval is, dan moet de rest de mond houden. Dus gelijkheid hoort bij pluraliteit. Ze legt dat eigenlijk allemaal heel kort en krachtig uit. En het blijft nog steeds een belangrijk punt dat niet vaak in het publieke debat vaak niet begrepen wordt. Ten vierde, in het politieke spreken en handelen realiseren we vrijheid, zegt Arendt. Vrijheid bij Arendt is geen attribuut. Het is niet de vrije wil, maar gewoon een kenmerk van de mens. Het is een werkwoord. Vrijheid is iets wat we moeten doen. Vrijheid is iets wat we moeten realiseren. En hoe doen we dat? Door ons politiek te engageren. En waarom is het politiek spreken en handelen een realiseren van vrijheid? Omdat dit volgens Arendt de enige manier is waarop we geweldloos de status quo kunnen veranderen of een nieuwe stand van zaken kunnen realiseren in de wereld. Je kunt ook met geweld proberen veranderingen af te dwingen. Maar ten eerste, zegt Arendt, werkt dat vaak niet. En ten tweede, geweld is bij haar het einde van de politiek. Vrijheid is niet alleen een werkwoord. Vrijheid is niet alleen wat je moet doen bij Arendt. Vrijheid betekent voor Arendt de mogelijkheid van verandering. De mogelijkheid van iets nieuws. Dat is eigenlijk de kern van vrijheid bij haar. Dus het staat tegenover een visie op de wereld waarin alles vast ligt. Waarin niets meer mogelijk is. Waarmee we een status quo niet meer te veranderen is. Vrijheid is de mogelijkheid om te veranderen. En hoe doe je dat? Dus door politiek te handelen. Daarom hangen die twee helemaal met elkaar samen.
Ik moet daar wel meteen aan toevoegen dat succes van politiek handelen alle mensen gegarandeerd is. Het gaat vaak mis. Beginnen we en dan loopt het vast. Of dan hebben we geen zin meer. Of dan raken we gefrustreerd. De succes is alle mensen gegarandeerd. Dit is dan het laatste, het vijfde kenmerk van politiek spreken en handelen. Het gevolg van politiek spreken en handelen, de gevolgen zijn onvoorspelbaar. En met het laatste kenmerk van politiek in Arendsin kom ik terug bij wat ik in het begin heb gezegd. Het grote verschil met politiek zoals we dat nu begrijpen, zoals we dat nu kennen, zoals we dat nu praktiseren. Daarin gaat het over het algemeen over beleid. En dus plannen maken en de uitvoering van plannen. Een stelling die Arendt verdedigt in The Human Condition, haar bekendste boek is dat, is dat juist vanwege de riskante onvoorspelbaarheid van het politieke handelen, pluralistisch politiek handelen is onvoorspelbaar. Omdat het pluralistisch is. Je weet waaraan je begint, maar je weet niet waar je uitkomt. Ook dat is behoorlijk realistisch als je nadenkt over haar vorm van haar definiëring van politiek. En ze zegt, dat hebben we in onze traditie ons al vroeg gerealiseerd. Ze verwijst naar de Grieken. En juist vanwege de riskante onvoorspelbaarheid. Je weet waaraan je begint, maar je weet niet waar je uitkomt. Met politiek spreken en handelen. En vanwege onvoorspelbare consequenties is er al vroeg in de westerse geschiedenis, namelijk bij Plato al, gekozen voor een model van politiek die pluraliteit eigenlijk zoveel mogelijk uitbandt en een maximum aan controle invoert. Want dan begin je ergens aan en je weet wel waar je uitkomt. Je maakt een plan en je voert het uit. Wat preciezer gezegd, hoe deed Plato dat en hoe doen we dat eigenlijk? De grote lijnen zijn eigenlijk nog behoorlijk hetzelfde. Door experts de plannen te laten bedenken. Want die weten hoe het moet. In Plato's tijd waren dat de filosofen. Nu zijn dat soms de wetenschappers, maar eigenlijk steeds vaker gewoon een lobby van het bedrijfsleven. Met hier en daar wat wetenschappelijk advies. En wij, de burgers, mogen dan stemmen op politieke partijen die minimaal verschillende varianten, maar vaak zijn het minimaal verschillende varianten van de plannen naar voren brengen. Op deze manier wordt pluraliteit uitgebannen, omdat politiek als beleid op die manier eigenlijk heel instrumenteel is. Het gaat dan hoofdzakelijk om de efficiënte en kosteneffectieve uitvoering van plannen die elders al gemaakt zijn door experts. Is instrumenteel handelen, ik heb het al eerder gezegd, ik zeg het nog een keer, is op zichzelf niet verkeerd. En het is tot op zekere hoogte ook nuttig en nodig. En zeker bij problemen als het klimaatprobleem. Maar het kan en het moet politiek niet vervangen, zegt Arendt. En voeg ik daaraan toe, probeer het ook niet te verkopen als politiek. Want veel mensen trappen daar onderhand niet meer in. Ze hebben al lang door dat we op zijn best in een expertocratie leven. Zo wordt dat dan genoemd, kritisch, in kritische zin. Of op zijn slechtst in een plutocratie. Dat is een politiek stelsel waarin de machtigste en rijkste bedrijven de dienst uitmaken. Dat is een term die ik ontleen ik kan er geen naam op plakken, maar kritische analyses over het huidige politieke functioneren, politiek bestel van de Verenigde Staten. Plutocratie. Maar wij zijn daar, na Engeland is Nederland het land in Europa dat het meest in die richting aan het varen is, denk ik. Daarbij komt dat de vorm die democratie de afgelopen eeuwen gekregen heeft, namelijk die van een representatieve partijendemocratie, ook niet meehelpt. Het politieke debat vindt hoofdzakelijk plaats in het parlement, terwijl de burger alleen deelneemt aan verkiezingen of zelfs dat niet meer doet. Bovendien gaat het in het debat van de politieke klasse meer
om partijpolitiek dan om de wereld. En ik spreek bewust van klasse, omdat politici steeds minder een representatieve doorsnede van de samenleving zijn, van de bevolking zijn. Hoe ondermijnend het is wanneer het in het sowieso al beperkte politieke debat de politieke klasse alleen nog maar met zichzelf bezig is, met zijn eigen belangen en diverse elephants in the room, olifanten in de kamer of beter olifanten in de wereld, negeert of erover liegt of alternatieve feiten of waarheden daarover verzint, zoals massaal gebeurde en gebeurt in de banken- en kredietcrisis, in de immigratiecrisis. En ik denk wat minder massaal, maar ook in de klimaatcrisis. In mijn ogen, iets wat ik bijvoorbeeld mis in het debat, is dat het Europese landbouwbeleid echt heel nodig is op de schop genomen moet worden. Om maar eens een dwarsstraat te noemen. Hoe ondermijnend de gang van zaken is die al sinds de jaren 90 van de vorige eeuw aan de gang is. Dus de beperkt politiek debat door een politieke klasse die vooral met zichzelf bezig is en niet meer met de wereld. Daar zijn denk ik de verkiezing van Trump en het Brexit-drama wat nu alweer jaren loopt echt onthutsende bewijzen van. En wij zitten op diezelfde weg, ben ik bang. We zien niet alleen een failliet van de politiek, maar we zien ook de razendsnelle opkomst en verbreiding van extreemrechtse ideologieën en het racisme en de misogynie die daar kennelijk bij hoort. En je kunt je afvragen, wat is oorzaak en wat is gevolg? Kortom, in het politiek bestel van de westerse democratieën zijn de kernwaarden van politiek à la Arendt toch wel behoorlijk ver te zoeken. Gechargeerd gezegd, in partijdemocratische expertocratieën worden pluraliteit nog vrijheid gerealiseerd. Ja, op kleine schaal misschien, maar niet echt. Haar visie op politiek in institutionele termen vertaald is een basis- of een participatiedemocratie. Dat zou de concrete vorm zijn die het zou moeten aannemen. Een basis- of participatiedemocratie die niet op partijen draait, maar op actieve, geëngageerde burgers. Het gevaar van partijdemocratieën is dat de belangen van partijen en van de politieke elite die aan de top staat van die partijen de overhand gaan nemen ten koste van de burgers, ten koste van het land en ten koste van de wereld. En dat zien we gebeuren. Ik vind, maar goed, ik kijk heel Arendtiaans naar de wereld. Ik vind dat dat aan het gebeuren is. Het gevaar van een expertocratie is dat het de pluraliteit uithult. Pluraliteit en vrijheid zoals Arendt die invult zijn niet zomaar idealistische mooie waarden. De relevantie van Arendt in onze tijd schuilt erin dat haar invulling, haar herijking van die enigszins versleten begrippen, pluraliteit en vrijheid, versleten en ook vaak misbruikte begrippen, haar invulling daarvan is een heel realistische en zelfs urgente. Want daar de kern van het realiseren van vrijheid en pluraliteit à la Arendt is het inzicht dat we alleen op deze wijze de wereld kunnen delen en daarmee ook in stand kunnen houden. En hoe we dat doen, daar ga ik het nu over hebben. Ja, het is nog. Ik heb al gezegd dat politiek spreken en handelen bij Arendt altijd betrokken is op de gebeurtenissen en standen van zaken in de wereld. Nou, wat verstaat Arendt precies onder wereld? Dat in de eerste instantie een duidelijk begrip, maar het heeft wel zin om daar wat verder op in te zoomen. Wereld is in de eerste plaats gewoon materiële wereld, bestaande uit dingen die mensen zelf maken. Huizen, auto's, computers, maar ook boeken en kunstwerken en de hele infrastructuur, wegen, bruggen enzovoort. De materiële wereld waarvan zij zegt van dat is een zelfgemaakte wereld. Een wereld die door mensen zelf in elkaar getimmerd is en die ook onze behuizing is op aarde. In The Human Condition onderscheidt Arendt deze materiële wereld van een immateriële wereld. En daar maakt ze ook nog het onderscheid tussen enerzijds wereld en anderzijds natuur.
Maar in haar laatste werk, wat helaas te weinig gelezen wordt, wat een heel belangrijk werk is, The Life of the Mind, verbreedt ze haar wereldbegrip tot tot en met de natuur. Ze zegt, tot wereld behoort ook onze interactie met de aarde, met de natuur, met de kosmos. En techniek speelt een hoofdrol in die interactie. Omdat we reizen naar de maan, naar Mars, omdat we satellieten in de ruimte hebben, hoort de maan, de Mars, de ruimte bij de menselijke wereld. We interacteren daarmee. We hebben er beeld van, we horen er verhalen over, hoort bij onze wereld. En met behulp van techniek heeft de mens eigenlijk van begin af aan, inmiddels al eeuwenlang, de natuur gedomesticeerd en benut. En inmiddels, en daarbij ook krachtig gestimuleerd door een kapitalistische economie, in een aantal opzichten uitgeput. En naar zijn malle moer geholpen. Nou, naast deze, dus bij materiële wereld hoort, in ieder geval in de loop van Arends werk, hoort ook natuur. En daarmee ook het klimaatprobleem, zou ik zeggen. Maar naast deze materiële wereld onderscheidt Arend, ik heb het al genoemd, een immateriële wereld die ze karakteriseert als, in het Engels, als een web of human affairs. Een web dat geweven wordt door het menselijk doen en laten, inclusief en eigenlijk hoofdzakelijk zelfs het politieke spreken en handelen. En vooral ook de gebeurtenissen, de standen van zaken, de feiten die het gevolg zijn van dat politieke spreken en handelen, van dat in brede zin het doen en laten van mensen. Arend spreekt met opzet van een web. Een web of human affairs, een web van menselijke aangelegenheden. Omdat die immateriële wereld, in tegenstelling tot de materiële wereld van tastbare dingen, die tafel en dat glas water en nou ja, hè, al die tastbare en zichtbare dingen hier. Omdat die immateriële wereld heel vluchtig en heel fragiel is. Immaterieel. Om dit punt wat concreter te maken met de voorbeelden die ik eerder gegeven heb, de banken- en kredietcrisis, de immigratiecrisis, die verwijzen naar standen van zaken, naar feiten. Maar het kenmerk van die feiten is, en voor feiten in het algemeen is, dat ze letterlijk ongrijpbaar en onzichtbaar zijn. Het gaat om ongrijpbare en onzichtbare verschijnselen. En daarom noemt Arend ze vluchtig en fragiel. En daarom waarschuwt ze eigenlijk vanaf haar eerste werk, dat is het boek over het totalitarisme boek, The Origins of Totalitarianism, tot wat feitelijk haar laatste essay is, wat ik al genoemd heb, Lying in Politics, waarschuwt ze ervoor hoe verleidelijk en hoe makkelijk het is voor politici om feiten te negeren, om feiten te manipuleren, om ze te vervangen door ideologische ficties die de aandacht van de werkelijke problemen afleiden. Strategieën die, als ze systematisch en op vrij grote schaal bedreven worden, destructieve consequenties hebben voor onze wereld. Die destructieve consequenties, en met name destructieve consequenties voor die o zo belangrijke immateriële wereld van menselijke aangelegenheden, van gebeurtenissen en feiten die ons allen betreffen. De eerste stap in die ondermijning van de immateriële wereld is de miskenning. Zoals ik het eerder uitgedrukt heb, de miskenning van de olifanten in de kamer. De miskenning van belangrijke feiten. Daardoor verliest de immateriële wereld aan betekenis, zegt Arend. Want gebeurtenissen, standen van zaken zijn altijd contingent, benadrukt Arend. Dat wil zeggen dat ze op zichzelf zijn ze betekenisloos en nooit noodzakelijk. Een kenmerk van een feit is dat het altijd anders had kunnen zijn. Het is geen natuurwet, het is een feit. Het had altijd anders kunnen lopen, dus dat is contingentie. Het had altijd anders kunnen lopen en daarom is die betekenis ook... Zij zegt betekenisloos, heel strikt genomen, is dat misschien niet zo, maar feiten hebben altijd interpretatie nodig, hebben een verhaal nodig, moeten gesitueerd worden. Gebeurtenissen, feiten, standen van zaken zijn altijd contingent. En om bestanddeel te worden van de immateriële wereld, moeten feiten erkend worden. Ze moeten geïnterpreteerd worden, van betekenis voorzien.
De eerste destructieve consequentie van systematische miskenning van feiten is dus dat de wereld betekenisloos wordt. En de tweede consequentie volgt meteen uit de eerste. Die betekenisloosheid, die leegte. Hè, want als dat feiten niet belangrijke feiten miskend worden of daar worden verhalen over verzonnen, dan ontstaat er een leegte. En die wordt onmiddellijk opgevuld met alternatieve feiten, met ficties ontsproten aan over het algemeen complottheorieën, ideologieën. Is bij Arendt een negatief begrip altijd. Een ideologie is altijd een fictief verhaal over de werkelijkheid. Al dan niet aan de man gebracht door populaire leiders. En deze fictieve werelden die niet gedeeld worden, want elke bubbel stelt zijn eigen favoriete scenario samen, ondergraven de mogelijkheid van een gedeelde betekenisvolle wereld, waarin belangrijke gebeurtenissen en standen van zaken de substantie uitmaken van het publieke debat. En waarin dus, omdat ze de substantie uitmaken van het publieke debat, verstandige beslissingen genomen kunnen worden over hoe om te gaan met die problemen in de materiële wereld. Nou, wat betekent het nou precies om de wereld te delen? Delen bij Arendt betekent niet om meteen al een eerste misverstand wat heel snel opduikt uit de weg te ruimen. Het betekent niet dat we consensus moeten bereiken over de feiten. Ik zou bijna zeggen in tegendeel. Delen betekent dat we een pluralistisch en dat wil ook altijd zeggen een agonistisch debat hebben. Agonistisch is waar veel verschillende, maar ook tegengestelde en conflicterende visies gearticuleerd worden. Dus delen betekent dat we een pluralistisch en ook agonistisch debat hebben over wat de feiten betekenen en in hoeverre, want daar begint het vaak al mee, in hoeverre feiten wel feiten zijn. Ook dat hoort erbij. Delen vereist dus een minimale erkenning van feitelijke gebeurtenissen en standen van zaken, maar geenszins consensus. Want die feitelijke gebeurtenissen en standen van zaken worden eigenlijk alleen maar betekenisvoller en daarmee ook zichtbaarder, hoorbaarder en dat wil zeggen werkelijker. Ze krijgen meer werkelijkheidswaarde wanneer ze belicht worden door zoveel mogelijk verschillende standpunten. U kunt een metafoor gewoon van, dit dus niet zo één zo'n lichtbundel op iets, maar van alle kanten licht. En dat laat die ongrijpbare, op zichzelf onzichtbare standen van zaken, zoals een klimaatcrisis, zoals een vluchtelingencrisis, het meest betekenisvol, het meest werkelijk worden. Het meest dus ook deel van onze wereld. Delen van de wereld is niets anders dan, in feite, dan politiek à la Arendt. Namelijk een zo breed en egalitair mogelijk publiek debat over standen van zaken in de wereld die ons allemaal aangaan. Zo breed mogelijk, omdat alleen op die manier zoveel mogelijk verschillende perspectieven de zaak belichten en van betekenis voorzien. En zo egalitair mogelijk om vrijheid te garanderen. Dus om dominantie, noodzaak, dwang zo weinig mogelijk de kans te geven. En daarbij hoort dat de belangen van het bedrijfsleven op zijn minst transparant gemaakt worden en niet onder de oppervlakte het debat in feite regisseren, zoals veel al te vaak gebeurt. En ook dat de kennis van wetenschappelijke experts ook hun plaats gewezen wordt, namelijk het debat informerend en niet het debat bepalend. En tot slot twee actuele aspecten van Arendts inzicht dat het in politiek uiteindelijk draait om het delen van de wereld. Omdat we alleen op die manier de wereld in stand kunnen houden en ook kunnen vernieuwen. Ten eerste was Arendt er diep van doordrongen dat het menselijk werkelijkheidsbesef zeer kwetsbaar en zeer manipuleerbaar is en was. Zolang het om de werkelijkheid van de materiële wereld gaat, dus om die concrete, tastbare dingen, redden we ons wel. Maar zodra het gaat om de werkelijkheid van ongrijpbare en onzichtbare standen van zaken, dus de werkelijkheid van de immateriële wereld, wat in feite de politieke wereld ook is, dan zijn we altijd aangewezen op de perspectieven, de verhalen van anderen. Zelfs wat we uit eigen ervaring kennen, moet geïnterpreteerd worden, moet een naam krijgen, moet betekenis krijgen. En daar hebben we ook altijd anderen voor nodig.
Simpel voorbeeld. Hoe weet ik dat er sprake is van een klimaatprobleem? Omdat ik er veel verschillende verhalen over gelezen en gehoord heb inmiddels. En ik heb er mensen over horen spreken. Zo, we hebben altijd de perspectieven van anderen nodig. In ons eentje beginnen we politiek niks, maar weten we in feite ook bijna niks. Niks. Eigen ervaring is, krijgt eigenlijk alleen maar betekenis in interactie met anderen. We hebben altijd anderen nodig om betekenis te geven aan de dingen. Die verschillende perspectieven maken die verschijnselen, ik heb het al gezegd, betekenisvol en werkelijk voor mij. Waarom is het klimaatprobleem een urgent probleem geworden voor mij? Ik weet daar uit mezelf eigenlijk helemaal niets van af. Gewoon omdat ik al die verschillende verhalen heb gelezen. En inmiddels daarvan overtuigd ben geraakt dat dat inderdaad een feitelijke stand van zaken is waar we ons druk over moeten maken. Ten tweede onderkende Arendt dat mensen meer willen dan alleen hun natje en hun droogje. We willen een zinvol leven. Arendts visie op politiek is tevens haar visie eigenlijk op een zinvol leven. Door te spreken en handelen met anderen leveren we niet alleen een bijdrage aan de wereld. We laten ook zien wie we zijn. We ontwikkelen een eigen identiteit. We ontwikkelen een biografie. Het is duidelijk dat er vanuit Arendtiaans perspectief, in ieder geval zoals ik haar interpreteer, een grondige verandering nodig is van ons politieke bestel. Maar omdat het thema het klimaat is, zal ik tot besluit en ter aanwakkering van de discussie een paar punten naar voren brengen die een beetje pragmatischer zijn en meer, hoop ik, gerelateerd aan het thema. Dus onder de noemer, wat hebben we nodig en wat moeten we doen? Ik denk dat we minder beleid nodig hebben en meer principes in de politiek. Daar zou het politieke debat in ieder geval in het parlement al wat van opknappen. En zeker in campagnetijd. Ook moet het politieke, en met name het parlementaire debat, meer opengegooid worden. Het wordt al te vaak al meteen versmalt tot wat dan politiek tussen aanhalingstekens, en dat betekent dan electoraal haalbaar is. Dat is een enorme versmalling van politiek. En dat heeft ook te maken met het punt wat ik eerder maakte. Als er wat meer principes, als politici wat meer geïnspireerd waren door principes, dan zou dat electorale belang, vermoed ik, minder een rol spelen. In ieder geval blijven hele belangrijke aspecten ook van het klimaatprobleem onderbelicht, denk ik. Aspecten waar dan bijvoorbeeld alleen maar Marjan Thieme van de Partij van de Dieren over spreekt. Terwijl het hele belangrijke, de landbouwpolitiek, misschien moeten we ons voedingspatroon veranderen. Als je kijkt naar het aandeel van CO2, wat komt uit het houden van gigantisch veel dieren die we dan opeten. Dat soort dingen zou eigenlijk centraal moeten staan. Nu weet een klein groepje mensen er misschien van. Maar Jan Thieme zegt, ja, wij zijn een getuigenispartij, inderdaad een principepartij. Maar eigenlijk elke politieke partij zou principes moeten hebben. En de middenpartijen zijn ook zoveel gaan verliezen, denk ik, omdat ze nauwelijks nog op principes te betrappen zijn. Wat moeten we doen? Burgers staren zich blind op Den Haag en op Brussel en raken vervolgens gefrustreerd, teleurgesteld en kwaad. Ik begrijp die frustratie en kwaadheid wel. Ik heb hem zelf ook. Ik erger me regelmatig dood aan nietszeggende campagnes en debatten. Maar van Den Haag en Brussel moeten we het eigenlijk niet hebben. Het wordt tijd dat wij burgers ons realiseren dat samen handelen werkelijk verschil kan uitmaken. Ondanks alle structurele problemen die ik heb, waar ik een aantal van heb genoemd, zijn onze democratieën democratisch genoeg dat burgers veranderingen kunnen afdwingen. En dat burgers die actief worden, daar is kritische massa voor nodig, ongetwijfeld. En daar is ook uithoudingsvermogen voor nodig. Maar we moeten beter, meer ervan doordrongen zijn dat wij zelf die wereld zijn. Wij zelf moeten hem veranderen. We moeten niet naar Den Haag en Brussel kijken. En tot slot de jongeren, de scholieren, die hebben voortouw genomen. En wij moeten hen volgen, denk ik. Wij moeten ons bij hun aansluiten. Dank u wel voor de aandacht.
Dankjewel, Veronica. Dat was een heleboel food for thought. Dat is heel goed. Want dan kunnen we daar nu met z'n drieën verder over praten. Ik zal bij jou beginnen, Rian. Ja. Je bent milieukundige. Je doet onderzoek naar hoe wij mensen kunnen stimuleren om veranderingen aan te brengen in hun, in hun geëikte patronen, zeg maar, met omgang, met betrekking tot omgang met natuur en milieu. Als je nu dit verhaal hoort over Hannah Arendt, is er dan iets wat bij jou haakt, waarvan je denkt, dat vind ik spannend, dat had ik nog niet zo eerder zo geformuleerd gehoord? Of juist, dat vind ik juist heel erg tegengesteld aan wat ik zelf zie gebeuren? Ja, ik heb twee punten opgeschreven die me echt opvallen. En dat heeft alles mee te maken dat het onderzoek wat ik doe, dat gaat heel erg over wat maakt inderdaad dat mensen in actie komen. Dus ik begin bij die mensen zelf die in actie komen. En in het begin van je lezing had je over het verhaal van je leven, je biografie, je narratieve verhaal. En in een project wat wij bijvoorbeeld hebben gedaan in 7 Europese landen, hebben wij gekeken naar mensen die echt in actie komen voor natuur. Nog niet zozeer klimaat, maar echt voor natuur. En dan zie je echt dat die principes die je noemt, van wat zijn nou echt die leidende principes? Wat maakt dat mensen hun waarden omzetten in handelen? En dan zeggen ongelooflijk veel mensen, en dat was iets wat we niet hadden verwacht, die zeggen ik doe wat ik doe omdat ik een betekenisvol leven wil leiden. Omdat ik daarmee het gevoel heb dat ik een betekenisvol leven kan leiden. Dus daar zit heel erg die aspect in die ik bij jou terug hoor. Mensen zeggen ook, ik wil het verschil maken. Ik wil de wereld beter achterlaten dan dat ik hem heb aangetroffen, zeggen heel veel mensen. Dus dat vond ik iets wat ik heel erg herken in jouw verhaal. Dus dat zinvolle leven, dat betekenisvol leven leiden. Dat is dus iets wat mensen echt, wat drijfveren zijn om in actie te komen. Dus dat is denk ik ook iets wat we misschien later kunnen verkennen van of dat dan iets is, wat heeft dat dan te maken met die politiek? En een ander punt wat ik had opgeschreven, dat vind ik interessant, en dat is dan ook meer een vraag eigenlijk, kunnen we het ook over hebben, is die pluraliteit die zo centraal staat bij Hannah Arendt. Ik snap heel goed wat je zegt. Ik heb opgeschreven, we hoeven inderdaad geen consensus te bereiken, helemaal mee eens. Maar we moeten elkaar wel kunnen vinden. We moeten wel kunnen samenwerken. Wij op onze afdeling, ik werk op de afdeling Science and Society hier aan de Radboud Universiteit. En wij doen ook veel onderzoek naar burgerinitiatieven en naar vrijwilligersgroepen. Dus ook weer mensen die eigenlijk alweer bottom-up, mijn collega zit daar, die dat onderzoek doet. En wat wij juist zien, ook in het vrijwilligersonderzoek, maar ook ook bij burgerinitiatieven, is dat het juist hele homogene groepen zijn. Het zijn juist mensen die al heel gelijk gestemd zijn, die elkaar vinden en die in staat zijn om samen te werken. En in het ergste geval is het zelfs zo dat als daar andersdenkenden bij komen, dat er juist conflicten ontstaan en dat groepen soms zelfs helemaal uit elkaar vallen. Dus daar ben ik gewoon benieuwd naar. Misschien kunnen we dan beginnen met daarop door te gaan. Want inderdaad, wat je beschrijft is dat voor mensen zitten in bepaalde bubbels. Daar had jij het ook over. En het is moeilijk, steeds moeilijker misschien, weet ik niet, om die bij elkaar te brengen. Hoe zegt Arendt dat we dat zouden kunnen doen? Ja, ze leefden niet. Ja, de bubbels is natuurlijk van onze tijd. Hè? Het is effect van de sociale media. Maar mensen die het niet met elkaar eens zijn? Ja, mensen die het niet met elkaar eens zijn. Ja, ik zit te denken, kijk. Je moet misschien onderscheid maken tussen de schaal waarop. Wanneer mensen echt actie gaan ondernemen en het is een klein groepje, dan is te verwachten dat ze min of meer, ze kennen elkaar. Hoe gaat dat? Vaak via dat je elkaar kent. Dus dat ze bij elkaar passen, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Dat er min of meer een natuurlijke consensus is. Maar dat wordt voor Arendt alleen maar een probleem wanneer heel Nederland vol zit met dezelfde soort groepjes. Dus als je daar een groepje hebt en dit doet dat, en een ander groepje doet weer iets anders vanuit een ander perspectief. Kijk, daarom heb ik het over de schaal. Laten we even zeggen, de schaal van pluraliteit voor een land als Nederland, een klein land, zou ik zeggen, moet je het hele land zien en niet in zo'n klein groepje. Het hoeft dus niet telkens op elk niveau even zeer gerepresenteerd te zijn, denk ik. Maar Zo'n groepje werkt ook niet geïsoleerd. Die lezen weer van alles, ga ik vanuit. Dus je moet het wel. Kijk, haar tegenvoorbeeld is gewoon een totalitair regime met een ideologie.
En het kenmerk van ideologie bij haar is dat er één waarheid is en die verklaart alles. Zegt ze tot vreugde van de aanhangers van de ideologie, die verklaart alles. En dat is gewoon één. En dat is dus één grote schijnwerper op de werkelijkheid. Die dan heel eenzijdig belicht is. Maar ik wil heel even terug naar die groepjes. Want jij zegt, nou, er hoeft niet per se in iedere groep, hoeven niet alle geledingen, hoeven niet alle lagen en perspectieven vertegenwoordigd te zijn. Maar vaak, kijk, als je gaat kijken naar bijvoorbeeld hoe moeten we met een bepaald leefgebied omgaan, dan lijkt het mij, maar dat kan ik weten aan jou vragen, handig als er bijvoorbeeld natuurbeschermers en boeren met elkaar in gesprek gaan. Ja. Hoe werkt dat dan? Want jij doet daar onderzoek naar. Ja. Ja, niet alleen dus, maar samen met mijn collega's. Hoe werkt dat? En dan zie je toch wel dat er begint een kleinere groep die wel gelijkgestemd is. En die gaan dan inderdaad proberen om die andere groepen te bereiken. Ja. En het mooie is dan ook wel dat als je ziet, als de boodschap nog vrij breed blijft. We kunnen best wel doelen formuleren waar we ons allemaal in kunnen vinden. Dat is ook wel aan het klimaat relateren. We willen, of wat nu heel erg veel in het nieuws is, de biodiversiteit die achteruit holt, die 75% decline in insecten. En dat wil niemand. Dus als je het over dat soort dingen hebt, meer biodiversiteit, dan vind je weinig mensen zeggen, nee, dat wil ik niet. Dus zodra dat je boodschap is, dan vind je elkaar vrij makkelijk. En wanneer wordt het ingewikkeld? Ja, als daar dan doelen uit voortkomen van, als het naar handelen moet, wat gaan we dan doen? Ja. Dus dat is wel interessant om te zien. Ja. En dan moeten mensen zich wel verder gaan uitspreken. En dan zie je zelfs dat er barsjes ontstaan in de binnengroepjes. Want die zeggen dan, denk jij daar wel hetzelfde over als ik? Of, als jij vertegenwoordigt, jij wel het perspectief van de hele groep. Ja. Want je hebt ook wel eens gezegd, eigenlijk heb je dan een soort neutrale buitenstaander nodig. Die verschillende lage perspectieven bij elkaar brengt. Ja, wij noemen dat een beetje dan de tussenruimte. Het idee dat je inderdaad een soort, dat is nu ook in wetenschapsland een beetje in om te praten van living lab, dus een levend laboratorium van laten we dan proberen om een soort tussenruimte te creëren. En ik ben wel bij Hannah Arendt het woord in between tegengekomen, zoiets, maar wat betekent misschien iets anders, maar dat kunnen we zo misschien even verkennen. En dan is inderdaad het idee dat, omdat het inderdaad wel er, ik ben het helemaal met je eens, je hebt die verschillende perspectieven nodig. Dus dan is inderdaad het idee van, als je die verschillende perspectieven en die verschillende disciplines, die je ook nodig hebt om deze complexe problemen, wat het klimaat natuurlijk ook is, als je die wil oplossen, dan heb je juist mensen met verschillende disciplines, met verschillende achtergronden en met verschillende expertise nodig die bij elkaar komen. En veel van die burgerinitiatieven zouden zich misschien kunnen inrichten, en dat is inderdaad wat we aan het verkennen zijn, als een soort, proberen toch een beetje een neutrale tussenruimte waar ook in geëxperimenteerd mag worden. En dat betekent ook dat je fouten mag maken. En dat je eigenlijk je eigen bagage en je eigen expertise, dat je probeert, die heb je wel nodig, die mag je meebrengen. Maar sommige belangen en smalle perspectieven moet je proberen buiten te laten. Dan betreed je samen die tussenruimte, figuurlijk. En dan probeer je inderdaad met dat gezamenlijk doel in je achterhoofd elkaar te bereiken. Is dat een werkwijze die Hannah Arendt zou... Ja, gezamenlijk doel. Ze zegt, wat heel belangrijk is, wat eigenlijk cruciaal is, of een voorwaarde voor dat idee van pluralistische perspectieven op een zaak, is dat je een zaak gemeenschappelijk hebt. Dus dat je het erover eens bent. Wij gaan nu als weet ik veel, actiegroep in onze regio kijken wat we kunnen doen aan... aan maatregelen dat die insecten... dat die afname van insecten... Mm-hmm. Ik zit eraan te denken, ik woon zelf over de grens in Duitsland... en ik zie steeds meer van die kastjes verschijnen. Mm-hmm. Ik heb er zelf ook eentje, zo'n insectenhotel. Ja. En steeds meer plekken die ingezet, ook langs akkers... want er zijn ook boeren die dan meedoen... die zo van die stroken inzaaien met allemaal bloemen. Ook voor de insecten. Dat gebeurt trouwens al jaren. Maar goed, toch, want het onderzoek, voor zover ik me herinner, van 70% minder insecten was in Niederrhein. Ja, in mijn regio. Ja. Is ook nodig, wordt daar gewerkt. maar je moet dus inderdaad een gezamenlijk doel hebben, een gezamenlijke zaak, zegt ze eerder. Want doel, het doel kan opschuiven. Ja, want als je een gezamenlijke zaak hebt, dan heb je ook motieven om het met elkaar te blijven uithouden. Ja, dan blijft het je daarom gaan. En dus als je ruzie krijgt, dan hoort het toch.
Ja, dan moet je denken aan een heftige discussie die je met iemand kunt hebben. Je kunt heftige politieke discussies met iemand hebben en het volstrekt oneens zijn en toch een goede discussie. Want je leert iets over dat standpunt van die ander. Uit eigen ervaring, ik heb zo'n debat jaren geleden over abortus gehad. Heel andere dingen, maar goed. In de Verenigde Staten, pro-life. Nou, helemaal niet mijn standpunt, maar zo moet je dat denken. Dat zo werkt, maar dat komt omdat je een zaak gemeenschappelijk hebt. Dan vergt het natuurlijk nog steeds wat van je. Want je moet ervan doordrongen. Je moet het doen toch wel uit betrokkenheid inderdaad op die zaak. Ja, en die zaak is altijd een zaak uit de wereld. Nou, dat herken ik wel wat je zegt over... Je hebt elkaar inderdaad wel nodig daarin. Hè. Er zijn ook sociologen die hebben gezegd van je moet juist die gesprekken voeren... Om wederzijds begrip überhaupt, dat moet ergens starten. En dat kan natuurlijk alleen maar starten als je begint om dat gesprek te voeren. Dus dat herken ik daar wel in. En ook, je moet een beetje van een ik naar een wij. Hè? Dus je moet van je eigen belang naar dat gezamenlijk belang. En dat gezamenlijk belang kun je uiteindelijk... En er zijn ook sociologen die zeggen... dat kun je zelfs het beste bereiken in een soort bijna everyday conversations. Dus de dagelijkse gesprekken die we nog hebben. Ja. En dat kan ik me voorstellen dat zo'n debat... zou Arend zeggen. Ja. En niet, belang vindt ze dus ook... Ja, belangen zijn reëel, maar die moeten... die laat je ook niet achter je als je politiek actief wordt. Maar die staan niet centraal. Die zouden, het gaat om de gezamenlijke zaak. Ja. Nou, we leven natuurlijk in een samenleving waarin heel veel vormen van gemeenschappen... zoals we die een halve eeuw geleden nog kenden, aan het verdwijnen zijn. Denk je dat ook onze hoge mate van individualisering hier invloed op heeft? Ja, ik denk het wel, ja. Ja. Ik denk het ook. Ik denk dat die hoge mate van individualisering ook de bubbelvorming in de hand gewerkt heeft. Want het lijkt dan... Kijk, de bubbelvormingen zijn eigenlijk, zo wordt het ook wel genoemd, echokamers. Hè? Dus dan ga je gewoon gelijkgezinden opzoeken. Mm-hmm. En dat heeft te maken met individualisering in de zin van dat jouw mening dan... Ja, je wil eigenlijk alleen maar ondersteuning of erkenning of versterking van wat je al vindt. En die neiging die wordt natuurlijk versterkt in een maatschappij... waarin alle accent, alle gelegd wordt op het individu, maar ook alle verantwoordelijkheid. We leven in die zin in een harde maatschappij. Ja. De studenten worden helemaal verantwoordelijk gesteld voor hun eigen studie. Moet in een met leningen en zo. Dan moeten ze enorm veel concurreren. Het individu, er wordt heel veel druk en verantwoordelijkheid op het individu gelegd. En dat wordt dan gecompenseerd, denk ik. Mm-hmm. Door zo'n mechanisme als die bubbels, want daar ga je je dan veilig in voelen en zo. Dus die twee hangen, denk ik, met elkaar samen. En dat is tamelijk funest, want dat werkt natuurlijk. Want in een pluralistisch debat moet je eigenlijk, toch ook... het helpt wel als je een beetje nieuwsgierig bent naar de mening van de ander. Ja. En niet alleen maar die altijd jezelf wil horen. Op grotere schaal is het daarmee dus ook cultuurafhankelijk. Want er zijn andere culturen waar mensen wel meer gewend zijn om... niet zichzelf centraal stellen, maar de familie of de groep. En die hoge verantwoordelijkheid, herken je dat ook? Zeggen mensen zelfs van, ik voel me echt overvraagd door wat er dan allemaal zou moeten? Of wat ik denk dat ik zou moeten? Nou, niet zozeer als het op principes aankomt. Misschien als je het... Maar dat is misschien ook een interessant brugje naar klimaat. Ik denk dat ook te maken heeft met wat ze dan in de literatuur sense of agency noemen. Of je het gevoel hebt dat je het verschil kan maken. Ja. Mm-hmm. Het onderzoek wat wij doen gaat veel over natuur. En dan kun je natuurlijk denken aan heel veel wat kleinere projecten in je eigen wijk. Waar je gewoon echt het verschil ook kan maken en kan zien. Terwijl ik kan me best wel voorstellen met klimaat. En dat hoor ik ook wel terug van mensen. Dat je daar meer het voelen... Je zei zelf al, van wat kan ik nou? We kunnen allemaal op onze bank niks doen, alleen mopperen op de wereld. Maar klimaat is ook best wel moeilijk om daar het gevoel te krijgen dat jij het verschil kan maken. En dat is dus wel, uit mijn onderzoek blijkt, dat mensen drijft. Dus daar heb je elkaar nog meer nodig, om dat gevoel te krijgen. Ja. En hoe
ja, hoe postmoderner het probleem is, hoe complexer en hoe meer onzekerheid er speelt, eigenlijk, hoe moeilijker het gevoel op individueel niveau ontstaat. Ja. Dat je daar echt weet wat je moet doen om het verschil te maken. Ja. Ja. Individualisering is op dat punt echt funest. Want mensen denken dat ze dan in hun eentje het moeten kunnen doen. Mm-hmm. Een sense of agency, dat dat een individueel iets is. Arend benadrukt juist en heel realistisch, denk ik, heel terecht, dat we in ons eentje niks kunnen. En dat zijn we helemaal vergeten. We zijn dat gewoon echt vergeten. Dat je altijd anderen nodig hebt. Dat sense of agency eigenlijk altijd een gezamenlijke sense of agency is. En dan zie je dus eerder moedeloosheid dan overvraagdheid. Oh, ja. Dus, ja. En wat heeft dat voor effect, moedeloosheid? Dat je helemaal niet meer tot actie overgaat. Ja. En dat je... misschien zelfs... Ik kan er niet het causale verband aantonen tussen die twee, maar die gaat wel heel vaak samen met bijvoorbeeld een enorm wantrouwen tegen de overheid. Mm-hmm, ja. En ja, je moet ergens dan de schuld opleggen. Ja. En mensen worden dan cynischer. Ja. Maar bij kleine groepjes en met kleine initiatieven, kleine doelstellingen, dan werkt het wel. Ja, omdat je daar wel het gevoel hebt dat jij iets kan doen en het verschil kan maken. Ja, ja. Ja. Sluit dat ook aan bij Arend, die eigenlijk zegt, we moeten van die grote overheid daar niet zo heel veel verwachten. We moeten juist van bottom-up. Ja. Het gaat om de burgers. Ja, ik heb gezegd, haar visie op politiek, als je dat moet vertalen in concrete en institutionele termen, dan kom je bij een basisdemocratie of een participatiedemocratie. En waar je dan aan kunt denken, ook weer, ik weet niet hoe bekend dat is voor dingen. Voor haar zelf als een voorbeeld, de Duitse Radenrepublieken aan het eind van de Eerste Wereldoorlog. In heel veel Duitse steden is toen eigenlijk het heft in eigen handen genomen door de burgers. Zijn weliswaar maar kort, hooguit een jaar, maar soms maar een paar maanden. Raden, de Republieke Raden slaat dan op de raden van de burgers. En dan was de bakker was dan gewoon de minister van cultuur. En zo is het mij verteld door mijn Duitse familie, die dat grootouders en ouders, die dat zelf hebben meegemaakt. Het heeft kleine schaal nodig, inderdaad. En je kunt eigenlijk, als je je dat concreet voorstelt, Arend's visie van politiek, dan zou je... dat is politiek op het niveau van de stad en van de regio. En om realistisch te blijven in de huidige termen, waarschijnlijk een soort combinatie van lokaal en globaal. Bijvoorbeeld dan op Europees niveau nog landelijk niveau nog een bestuurslaag. Maar de werkelijke politiek op kleinere schaal, ja. En waar zou dan de overheid voor zijn? Of hebben we die überhaupt niet nodig? Je hebt wel bestuur en beleid nodig. Maar dat vindt zij allemaal meer... dat noemt ze sociaal. Hè. Mm-hmm. Ze vindt ook gewoon... Dat doet ze wel een beetje te makkelijk over, hoor. Maar dingen moeten gewoon geregeld worden. Het interesseert haar ook gewoon niet. Maar, en ook niet... Ja, en er wordt veel over gediscussieerd. Hoe dat dan moet, wat zij sociaal noemt. Dat is eigenlijk een gigantisch... Eigenlijk alles wat er bijna... Alles wat we politiek noemen, noemt zij sociaal. Mm-hmm. Dus ik denk, wat zij politiek noemt, dat zou echt decentraal op klein niveau, op niveau van stad en regio. En daarboven zitten dan wat op landelijk en Europees niveau, eerder bestuurslagen. Dus dat wat zijn apolitiek, maar wat je wel nodig hebt om te coördineren uit te voeren in feite ook. Ja. Ja. Dus het is heel erg bottom-up. Ja. Absoluut. Denk je dat dat zou helpen in onze omgang met milieu en natuur? Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat de overheid die bewegingen faciliteert. Op welk niveau dat moet, daar heb ik niet zo'n verstand van. Maar wat je nu wel ziet in de verhalen van mensen is dat... groepen of individuen zichzelf zelfs gedemotiveerd voelen... Mm-hmm. en tegengewerkt door de overheid. Mm-hmm. Dus als je vraagt welke functie heeft de overheid nog... en dan laat ik daar een expert over op welk niveau. Dat is me geen politiek wetenschap. Maar dan zou ik zeggen, ze moeten dat ten eerste wel faciliteren. Gewoon in praktische zin. Maar ik denk ook aan erkenning in de vorm van taal. Mm-hmm. Als je ziet dat, in de vorm van? In taal. Mm-hmm. Als je ziet dat de overheid een jargon heeft ontwikkeld... waarin die principes waarover wij beide hebben gesproken... Hè, dat betekenisvol leven... mensen doen dit ook uit verbondenheid met hun omgeving... met andere mensen, met natuur. Die
terminologie die zie je niet meer terug bij overheid. Dat is denk ik ook wat jij bedoelt met dat politieke partijen geen principes meer. Dat gaat verder dan dat. Maar misschien wat anders. Maar ik denk wel dat als je die taal kwijtraakt, dat je daarmee ook mensen demotiveert. En mensen herkennen dat niet meer bij de politiek. Tegenovergestelde is zelfs aan de gang. Het is een puur economische jargon geworden. Hè. Het gaat in elke vergadering. Maar dat zeggen ambtenaren zelf ook. Hè. Ik heb ook ambtenaren geïnterviewd en geconfronteerd met de resultaten uit dat Europese onderzoek. En dan zeggen ze ook, nee, dat klopt. We hebben het binnen 5 minuten over geld. En zodra één iemand over geld praat, hebben we het allemaal alleen nog maar over geld. Geld is een heel dominante iets. Ander onderzoek laat zien, dat heet crowding out. Het heeft een crowding out effect. Op het moment dat je begint over instrumentele waarden, over geld, dan gaat iedereen inderdaad in die mindset zitten. En dan overrule je de intrinsieke motivaties. Mm-hmm. Dus daar zie ik ook absoluut, dat is dan eigenlijk geen functie van de overheid, maar wel een voorwaarde. Om beter aan te sluiten bij mensen en om mensen te faciliteren om tot actie te komen. Ja. Dat zij beter moeten aansluiten, dat ze dat hele instrumentalistische economische jargon, wat natuurlijk in sommige gebieden prima functioneert, hè, daar kunnen we ook weer niet zonder. Maar in ieder geval mag dat niet de enige taal zijn, lijkt mij. Ja, precies. Want jij zegt, je hebt het over het ontbreken van de gemeenschappelijk jargon, maar het klinkt ook over het ontbreken van verbinding. We hebben het eigenlijk over verschillende dingen en we weten niet meer precies wat we aan elkaar hebben of waar de ander welke plaats de ander nog heeft. Ja. Terwijl, ik denk wel, dat wordt dan meer filosofisch. Je ziet dat denk ik in veel filosofische literatuur, dat mensen uiteindelijk ten diepste wel naar die verbinding zoeken. Mm-hmm. Ofwel met anderen, ofwel met hun omgeving. Dus ik denk dat wel een taal is waar je mensen in actie kunt krijgen of in ieder geval ook gezamenlijk kunt aanspreken. Ja. Maar ik denk dat het erger is. Het is niet alleen jargon. Dat jargon staat voor iets. Namelijk voor de politiek, voor het beleid wat bedreven wordt. Denk gewoon aan hoe het op de universiteiten gaat. Dus ik ben inmiddels 63, dus ik maak het al enige tijd mee. Maar ik ben nu echt zo cynisch geworden. Naarmate het verhaal mooier is, denk ik, dan is de bezuiniging harder. Want het gaat altijd om geld. Ja. Altijd. Maar ook daar wordt dan een mooi verhaal bij verzonnen. En dan verwachten ze ook nog dat wij daarin trappen. Dat vind ik eigenlijk vaak het ergste. Dan denk ik, wat een belediging. Maar ook daar, denk daar ik, worden mensen kwaad over. Daar word ik ook kwaad over onderhand. Maar ook daar denk ik wel. Je hebt ook individuele ambtenaren, individuele bestuurders. Dus het is ook weer een cultuur waar zij blijkbaar in vastzitten. Want als ik individuele ambtenaren spreek, hebben ze echt stuk voor stuk herkennen zij zich in het verhaal van die gedreven mensen. Als ik aan hun gewoon ga vragen, goh, wat is jouw verhaal? Waarom ben jij iets gaan doen voor natuur of milieu? Dan krijg ik net zo'n gedreven verhaal. En dan krijg ik ook die intrinsieke motivaties nog te horen. Ja. En vervolgens geven ze toe dat het in de bestuurlijke omgeving er niet meer toe doet en niet meer besproken wordt. En de ware ambtenaren zeiden, we zouden gewoon een vergadering moeten beginnen door eerst aan elkaar te vragen, wat was eigenlijk jouw mooiste jeugdervaring in de natuur? Weet je, even die andere mindset. Ja. Dus individueel leeft dat verlangen ook net zo goed. Ja. Het zijn ook mensen. Ja. Maar ik ben het mee eens dat het wel staat voor een Maar ik heb het in mijn verhaal eigenlijk nauwelijks over ambtenaren gehad. Want ambtenaren zijn eigenlijk altijd uitvoerders. Ja, sorry voor, ik ben zelf ook een ambtenaar in de zin van de wet als universitair docent. Maar wij bepalen beleid niet. Ik heb het over de politici gehad. Die zou onderhand toch wel echt. Er was afgelopen weekend in NRC stonden een aantal zo van die stukken waarom je moet gaan stemmen. Volkertje Jensma, die lees ik sowieso graag, die zei van er is ongelooflijk veel mis met de politiek, maar je moet wel gaan stemmen. Maar met dat sentiment dingen. Er is ongelooflijk veel mis met de politiek. En je hoort de politiek, ook een van de olifanten in de Kamer waar we de politiek niet. Dus ik spreek over de politici en niet over de ambtenaren. Want die zitten eigenlijk in een hele lastige positie. Ja, ik wil het ook nog heel even terugpakken naar de pluraliteit. Want het is een prachtig concept. En tegelijkertijd volgens mij is het het ingewikkeldste concept om daadwerkelijk te realiseren. Want het vraagt inderdaad dat alle verschillende perspectieven op één zaak, dat die er mogen zijn. Sterker nog, dat die er moeten zijn. Want dan heb je een zo breed mogelijk scala aan ideeën, aan meningen en dus aan betekenisgeving ook.
Hoe kunnen we nou dat wederzijdse respect, wat daar eigenlijk aan ten grondslag ligt, hoe kunnen we dat stimuleren? Stilte. Dat is al een hele moeilijke vraag. Ja. Er moet er heel veel veranderen, vrees ik toch. Ja, zoals wat? Ja, dan zou je... Ja, politiek moet er een echt... ik heb al gezegd dat ik voel me zo nu en dan ook populistisch, omdat ik ook kwaad op de bank zit. Ik zit helemaal niet op sociale media, maar ik zou daar ook niet op gaan mopperen of zo. Maar ik snap de frustratie en de dingen heel goed. En dat is een hele belangrijke factor in wat we... Want dat is al een tijd aan de gang en het wordt gewoon steeds extremer. Ja, maar wat zou dus Anna, wat hele... Arendt zeggen? Hoe zouden we dat kunnen doen? Ja, maar doen? Zo zou ze zo beginnen met zo'n grondige analyse. Want, ja. Want kijk, je kunt wel een beetje zo aan de oppervlakte dan weer beleid verzinnen van hoe kunnen we mensen respectvoller maken. Maar vergeet het maar, dat is meer van hetzelfde. Dus dat werkt niet. Dus je moet toch... ja, ik blijf erbij. Echt, we hebben echt vrij grondige veranderingen in de politiek nodig. Die kunnen we... Ja. En wat we kunnen doen, dus als burgers het voorbeeld geven... Dat is... Ik vind het een hoopvol verschijnsel. Daarom ben ik daarmee geëindigd. Dat die jongeren, die scholieren... eigenlijk wereldwijd... Nu, en ze houden het al een tijdje vol, die demonstraties doen. Dat is een begin, maar wel door een groep waarvan ik het niet verwacht had, moet ik zeggen. Dus dat vind ik wel hoopvol daaraan. En ja, ik meen het, we moeten ons daarbij aansluiten. Ja. Zie jij, ik heb wel een antwoord op je vraag bedacht in de tussentijd. Nou, wij doen ook veel onderzoek naar conflicten. Over bijvoorbeeld in de natuur dan weer. Dus de komst van de wolf, waar mensen toch echt recht tegenover elkaar staan. De landinrichtingen, waterprojecten. Moeten wel of niet een nevengul komen. Ja, het individuele belang versus collectief belang. En wat dan toch wel vaak... wat vaak een methode is om mensen in ieder geval... toch iets meer wederzijds begrip te kweken... of in het beste geval respect zelfs... Is toch wel om naar die diepere laag te gaan die daaronder zit. Dus wat zijn de gedeelde waarden? He, vaak puur praten over ik wil dit en jij wil dat. Daar komen we niet uit. Ja. Oh ja, nog het beste voorbeeld hebben we niet genoemd. Oostvaardersplassen hebben die allemaal vast ook gevolgd in de media. Ja, daar zie je toch alleen maar dat mensen zich verder ingraven in de... Hoe noem je dat? Gelijk. De loopgraven ingaan. En daar kom je niet uit zolang je blijft praten over alleen de oplossing. Dus daar moet je terug naar de onderliggende waarden. Waarom? En daar ligt in dit geval gaat het dan vaak over opvatting... hoe wij als mens vinden dat je met de natuur om zou moeten gaan, bijvoorbeeld. Ja. Ja. En ik denk dat dat ook een manier is om elkaar in ieder geval weer te begrijpen. Dat wil nog niet zeggen dat je het eens wordt, maar dat sluit aan. We hoeven ook geen consensus. Maar dat zou wel een voorwaarde misschien zijn ook voor die pluraliteit. Om eerst ook nieuwsgierig te zijn. Dat gaat eraan vooraf. Ook nieuwsgierig te zijn naar de waarden en de opvattingen van anderen.